Afgelopen week ging NEC hard onderuit tegen de koploper van de Eredivisie. Maar verliezen van Feyenoord mag, dus is de trainer de afgelopen week druk geweest met de voorbereiding voor aankomende wedstrijd. Wat zeg je nou tegen de ploeg in de aanloop naar Go Ahead Eagles? We hebben tegen Feyenoord 4-0 verloren, klopt. Ik vond de hele momenten aan de bal niet zo slecht, maar we waren ook heel kritisch. Je kunt natuurlijk een wedstrijdbespreking naar Feyenoord zo doen. Ja, Feyenoord is beter, dat is een miljonairspeler, is een topteam. En dan kun je ook weer naar Go Ahead gaan, maar ik vond heel veel momenten niet goed. En dan was ik heel scherp en kritisch ook daarop. Dat je ook momenten krijgen moet, ook in de verdediging, ook tegen Go Ahead. Want Go Ahead kan ook voetbal spelen als je de voetbal spelen laat. We moeten veel scherper en veel momenten zijn. En natuurlijk kun je zeggen, oké, als Ilia de bal heeft, is wat anders dan een Go Ahead speler, maar dat zie ik niet zo. NEC speelde niet slecht tegen Feyenoord. We wilden wel, maar Feyenoord wilde ook heel graag. Toch speelde NEC een van de betere uitwedstrijden van dit seizoen. Ja goed, maar nog een keer. Ik vond in isoleertechniek in mijn 4-4-2 vond ik dingen niet goed. Ik vond diep diagonale ballen niet goed. Ik vond de diepteballen had ons echt bevrijden kunnen van niet goed. Rahi en Taiwo moeten scoren, punt. Dat vond ik ook niet goed. Als je 2-0 achter ligt. En oké, dan heb ik volle risico natuurlijk in de 3-3-4 gedaan. Maar na de 3-0... Daar heb ik Mootje, Rai weer op de linksbackpositie gedaan. Dan moet je niet nog de vierde doelpunt krijgen. Also, we hebben heel veel dingen kritisch gezegd. En ik wil natuurlijk ook altijd daarmee laten zien, ik kan niet verliezen. En dat moeten jullie ook doen hier. En niet zeggen, ja, was Feyenoord en dan gaan we lekker weer trainen. En daarom waren we heel kritisch. Go Ahead Eagles heeft uit nog een wedstrijd gewonnen. NEC speelt thuis hartstikke sterk. Hoe zie je de wedstrijd van morgen? Ja, ik zie morgen weer 50-50. Nog een keer, ik heb Go Ahead heel vaak live gezien. En dan ben je toch ook laatste week tegen Utrecht. Hebben ze toch weer dingetjes. Ja, laatste minuut schieten ze aan de lat met 10 man tegen Utrecht. En dan kan er ook 1-1 staan. Hebben we altijd kansen. Altijd hebben ze grote mogelijkheden. Ook tegen ons in augustus. Dan waren ze defensief niet zo goed, maar offensief zijn ze altijd gevaarlijk. Maar ze scoren niet zo veel en met deze statistieken, dat interesseert niet. We moeten morgen echt kijken. Maar natuurlijk zijn we in de Goffert ook sterk. Dat weten we ook. We hebben ook heel veel sterktepunten. We moeten ook niet de tegenstander groter doen als zij zijn. We hebben heel veel goede dingen gedaan vanaf oktober zo. Zijn er nog bijzonderheden? Ja, Reggio Fuso is geblesseerd en Fabian Gemeina is geblesseerd. De spelers Burnett, Lever Cabessi en Sturing zijn weer 1 dag in de training. Zo zijn deze 5 spelers morgen niet in de selectie. Maar we hebben alleen 2 blessures. Bij winst duurt de avond nog lang, want om 6:30 wordt afgetrapt in de Goffert tussen NEC en Go Ahead Eagles.